kermis, de schietkist staat er ook en we gaan verder met Minecraft. Die hier is waar we laatst waren, hier zo erg stonden we dan zo van, help, iemand, hier zo, iemand helpen hier. Kijk, en ja, in die dagen dat jullie, ik weet niet hoe lang het is, geweest dat ik een video heb gemaakt, want ja, het kan zomaar zijn een week, het kan maar zo zijn 5 jaar. Maar in ieder geval, dit is dus, niemand heeft me dus geholpen, dus ik moet zelf maar uit de cave komen en ik heb geen fucking idee hoe ik dat doe. Het is zo onlogisch, dus ik weet niet wat. Hé, is dan een kistje. Godverdomme, heb ik al gepakt. Dat ik mezelf zo opgewonden kan maken, ik dacht, yes, een kistje en... Oh, had ik hem al gepakt. Die lava denk ik ook wel. Die zit zo gewoon tussen dat water en van, jongens, ik ben lava, opflikkeren. Ik mag hier zo aan. Wat gratis ijzer. Ijzer. Ijzer is goed voor je. Vooral voor je egote strol. Normaal zou het helemaal voor mijn monsters zitten. Maar Kees heeft hoe noem je dat staan? Dat heeft een naam. Ja, daar hebben we wel meer dingen in de naam. Eigenlijk alles heeft wel een naam. Maar ik heb hem op... Ja. Dan vraag je me wat. Oh, waar gaat hij naartoe? Peaceful heb ik hem staan, dus want ik had geen zin in oorlog en zo. Want anders komen die monsters weer van, ja Kees jongen, kom we gaan oorlog voeren. En dan zeg ik, ah nee, vandaag niet. En dan moet ik weer oorlog gaan voeren, daar heb ik helemaal geen zin in. Is dat kool? Dat is geen kool. Leek op kool. Was het niet. Oké. Ah nee, ja, dat water. Dat water mag opvlekken. En dan gaan we verder met iets. En daar hangen torches. Hé, hey, we gaan verder met de mijn. Een mooie mijn met hout erin. En hout, jongen. Dat is mooi. Soms dan. Kijk, soms zie je ook van dat hout en denk je van... Ah, godverdomme, wat kut hout. Nou, dit is gewoon van het hout van... zeg van, ah, het is gewoon kunsthout. Niet kunsthout dat je in de winkels maakt, maar jullie snappen wat ik bedoel. Het is gewoon kunst. Je voelt het. Je krijgt er van een heel apart gevoel van binnen. Wat misschien wel heel verkeerd klonk. Maar. Hé, hey, er heeft hier een fietser buiten. En die is zo van. Trek, 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 trek. En dan hoort hij dat er iemand hi gaat zeggen. En dan zegt hij. En dan zegt hij hallo. En dan. Ja, dat is nou wel. Het is groot hier, hè. Er worden gewoon blokken gebouwd op gewoon niks. Dat vind ik wel heel knap. Daar heb ik respect voor die mensen die dat kunnen. Blokken bouwen op niks. Dus als jij dat kan, respect man. Nee, ik kan niet. Ah ja. Ik ga mooi even zelf een brugje maken. Waarom is het allemaal dirt? Dit vind ik altijd een beetje eng eruit zien. Want dirt lijkt net als shit, weet je wel. Lijkt op scheid. En ja, dus als je eroverheen loopt, dan kan je ook zeggen van... Ah, godverdomme, ik nou weer scheid onder mijn voeten. Weet je wel? En kijk, en dan loop ik erop met al het gevoel van... Oh nee, ik trek er een scheid op mijn voeten. En, oh, oh, het is gewoon dirt. En ik heb nog maar 2 toortjes over. Dus dan moet ik goed in doen. Hoorden jullie dat ook? Hoorde ik niets. Hoe wil ik daar komen? Godverdomme! Het is een soort ravijn of zo. Het ziet er wel vet uit. Het is gewoon heel mooi. Maar eerst moeten wij een steen hebben. Dan maken we gewoon de muur. Slopen we gewoon die muur. Die mensen die hier hebben gewerkt, die hebben er echt gewoon heel hard aan gewerkt. Ik sloop het gewoon even. En zo van, jongen, waarom doe je dat dan? Ja, ik mag toch ook wel eens een steen slopen. Maar het is mijn hobby. En ik heb toch een hobby, dat snappen ze meestal wel als ik dat uitleg, van dat het mijn hobby is. Want als ik zou zeggen, ik ga gewoon steen slopen en dan slaan ze met elkaar. Maar als ik zeg, ja, dat is een hobby, oh, oh dan. Oh, ik kan hier ook nog over de grond. Een kist. Een diamant. Meloenzaadjes. Jee. Rode steen en brood. Dat ziet er by the way best wel nice uit, hè. Zie je dat? Kistje open, kistje dicht. Oké. Hier zit wel heel veel ijzer hieronder.
Ze dachten, laten we deze zijn wel ijzer geven. Ja, toen had ik dus nog ijzer. Leuk. Meer kan ik ook niet over zeggen. Het is leuk dat ik ijzer heb. Punt. Het is niet alsof ik zeg van, wow, mijn hele dag is goed. Nee, het is gewoon, ja, leuk dat ik het heb. Als ik het niet had gehad, had ik ook gezegd van, oh, goed. Hier liggen bij mij wel heel veel rails. Kan ik die gewoon breken, zeg? Kan ik grappen. Moet je voorstellen, hè? Dan heb je al die rails neergelegd en dan kom jij met je mijnkarretje eraan rijden. Van lekker aan, met zo'n rakbanneke. Val je in slaap en opeens, hey, waar is de rest van de rails? What the fuck, man? En dan kom ik eraan, dat was ik niet. Dat was iemand anders. Dus, dat voelde hem zich wel heel lullig en zo. Die heb ik niet geplaatst. Maar is nou wel van mij. Dit is groot, hé. Kool. Had ik nodig. Mijn goede vriend Kool. Oké, dan gaan we even wat stukjes maken. Ik kan nog een paar stukjes maken. Oké, en dan... Gaan we het eerst even verlichten, want ja, zonlicht zie je niet heel veel. Dit is de deal. Ik zie het al. Dit is echt gewoon een zaak voor Alberto Stegeman, als jullie die kennen. Ja, ik kan gewoon kool meenemen in deze dungeon. Hoe doe je dat dan? Ja, dan koop ik eens de kool. En dat is het eigenlijk wel. Dat was echt een field joke. Of was het geen field joke? Nou, wie weet, misschien vonden jullie echt van, oh, mijn beste grap in jaren, Kees. En dan, nou, dan zeg ik natuurlijk zelf ook, ja, ik vond het een hele mooie grap. Oké, ja, van de woede plankjes maak je van stokjes en dan maken we weer wat. Voor mensen die Minecraft nog niet zo heel vaak hebben gespeeld en denken, godverdomme, dat gaat snel, man, hoe je dat doet. Hoe doe je dat allemaal niet? Nou kijk, je bent er op een gegeven moment aan. Op een gegeven moment ken je alle recepten en hoe je alles moet doen en hoe je pizza's moet eten. En alweer een dood eind. Zet er dan een kistje neer van, jongen, je bent hier naartoe gelopen, je hebt het goed gedaan. En dan loop ik hier helemaal voor niks naartoe. En dan zeggen ze van, je bent hier gewoon naartoe gelopen ook, alle mongol. Kan ik hier ook weer naartoe? Wat is hier veel te doen? En daarom ben ik nou monsters uit te zetten, anders zou het zo vol zijn met monsters. Zitten, met monsters. En ik heb echt gewoon geen zin. Anders wordt het in plaats van Minecraft, Scarecraft. En dan schrik je de hele tijd kapot. Want weet je, als ik schrik, dan schrikken jullie ook. Dan zeg ik van, en jullie ook van, weet je wel. Oké, dan gaan we hier lekker een mooi plan. Nee, wacht. Ik heb zaadjes. Hier plant ik wat. Hier plant ik een bloem. Voor de dooien die er zijn gevallen. En misschien zijn er wel geen dooien gevallen. Maar daar kan ik voor zorgen dat er dooien zijn gevallen. Oké. Nou, hier is het. Zit de lucht aan het eind? Wat klopt er niet aan dit plaatje? Torch. Jij hoort licht te geven, weet je wel? Het licht. Jij bent degene die licht geeft. Ik weet niet, misschien denk je dat ik een meloenzaadje ben. Maar je hoort licht te geven. Hallo? Dring ik tot het jaar door. Kijk, ik haal je al even weg. Nou. Snap je nou je vak? Goed zo. Dat klopt dan even niet. En het gaat maar door en door. Het wordt niet eens moeilijker. Hé, en hier is het einde van dit stukje. En alweer heel lullig. Fuck jou. Fuck you in the face, weet je. Gewoon zo. So, dat willen ze er gewoon mee zeggen. Als dat gebeurt, oké. Ik heb een... Oh, lek. Dat was heel even lek. En dan is lek. Weg. Men zegt dat je niet in het donkere moet lopen, nou. In that face. Een trappetje. En dan weer een verdergaande mijn. Nou, laten we zien wat hier te halen valt. Hallo?
Hier was toch de actie 2 pizza's 5 euro? Hallo? Die actie? Hier zo was hij toch? Wilt u mij antwoorden? Ze willen me eerst niet antwoorden. Ik dacht, ja, ik kom lekker in deze mijn, want er was een pizza taand. Het stond wel op een folder dat er monsters konden rondlopen. Maar ja, ik doe nog steeds die 2 pizza's 1 euro. Ja, dan weer zo'n stomme achterlijke torch, hè? Wat denken die dingen wel niet? Van, goh, dan ga ik er hakken en ga ik geen licht trekken. Nou. Ik ga eens leren. Dat de maker van het spel, dat hij die fakkels niet even heeft geleerd om licht te geven. Dan zei hij gewoon, jij gaat daar gewoon staan. Ja, maar wat moet ik doen? Ja, dan moet je maar zelf uitvinden. Dat is nou, ja. Je hoort me toch heel veel vage geluiden als je zo zou spelen. Kan je lekker kapot slopen? Dat is iets van make it slow. Dan ga ik het slopen ook, weet je. Ook lullig voor de spin die hier had gezeten anders. Sloop je gewoon zijn web. Zou je ook lullig vinden. Moet je voorstellen, ik brand je huis af. Nou, ik denk niet dat iemand het leuk vindt. Dat vind ik zo stom voor spinnen. Die zetten soms hun web neer op de meest stomme plekken die je maar kan verzinnen. Kist. Weet je wel, dan hangen ze gewoon recht door een pad heen. Nee, hoe wil ik dan ook niet zien? Gewoon recht, hè? Niet half. Maar gewoon fucking recht. Hé, dat is een torch. Hé, dit doet me heel erg bekend aan iets denken, waar ik ook al ben geweest. Ah, hieronder nog niet. We kunnen hier naartoe. Waar heel veel water is. Oké, wat weten we vandaag? We weten 1. Mijnen houden van water. En we weten 2. Mijnen zijn, ja, verkopen geen pizza's. Wat ik wel jammer vind. Dat was wel mooi geweest als ze hier pizza's gingen verkopen. Mooie torch. Misschien heb ik nog wel een gemest hier. Nee. En alweer. God, waarom eindigt het dan zo? Waarom maakt het dan niet een rondje dat je denkt van... Ik ben een rondje gelopen! Super fucking vet, jongen! Maar ja, dat is er natuurlijk weer niet, anders dan zou het een te leuk spel zijn. Maar dit is echt een immens grote mijn, hé! Nou, wat zit er doen? Lava daar. Oeh, dat is altijd overal waar lava is, dan is het gelijk van, oeh, lava. Want lava geeft licht, weet je wel. Dan denk je van, oeh, lava. Maar anders zou je dat ook niet denken. Lava, tegenwoordig vind je het wel verrekte vaak gewoon boven de grond. Maar ik vind dat je het eigenlijk alleen onder de grond. Dat zou ook wel lullig zijn. Ben je een beetje aan het lopen op straat. En, bam, lava. Hé, hey, lava jong. Hoe is het vandaag met jou? Nou, maar wel goed. Maar ja. Ja, dat gaat wel. Ja, dat gaat wel. Ja, dat gaat wel. Ja, dat ga je wel. Maar lava, jongen. Waarom stroom je hier? Ja, ik ook niet. Moet van werkgever. En wie is jouw werkgever dan, lava? Dat weet ik ook niet. Jij weet dus eigenlijk helemaal niet wie je werkgever is, lava. Nee. Oké. Fijn om te weten. Hé, hey, voeg je even mijn telefoon naar me toe in je Blackberry? Ja, goed. Maar waarom? Ja, dan kan ik je bellen. En als je weet wie je werkgever is. Oké. Dat was mezelf die een gesprek voerde met de lava. Hé, hey, hier ben ik al geweest. Of niet? Ja, hier ben ik al geweest. Ben ik nou naar een rondje gelopen? Zou het? Nou, dat kan het best wel als ik weet. Ik loop nog wel eens rondjes. Het is goed voor je conditie. Dus waarom ook niet? Ja, ik ben echt een rondje gelopen. Geen van die kut rondjes. Nee, het zijn niet van die rusty rondjes, weet je wel. Het zijn gewoon van die echte rondjes. Hier dan. You're just fucking with me. Really. This game is just fucking with me. Ah, nou geeft dat kutding wel licht. Nee, dat is heel lullig. Dan wil ik zeggen tegen de rechter van, dat ding gaf geen licht. En dan, doe ik wel.
Laat dan zien dat ik geen licht gaf, jong. Ja, dat doe ik. Hier, je ziet... Oh, hij geeft nou wel licht. Oké, dan kom ik daaruit. Dat moest een pad voorstellen, maar ze dacht van... Ha! Flikker op met dat pad! Laten we gewoon op de lucht gaan lopen. Heel goed idee. Behalve als je geen goede grote strollen. En ik heb nog wel 3 diamonds, hè. Weet je, daar kan ik heel veel van bouwen. Het is echt groot hier. Hier, daarboven ben ik nog niet geweest. Daar ben ik nog niet geweest. Oké, laten we nog maar eens naar boven gaan bekijken wat daar allemaal te doen valt. Ho, dat was zeker weten wel de moeite waard. Moet je het uitkijkpunt zien. Jongens, neem even nou een foto. Ik geef jullie 10 seconden fotopauze. Nee, ik geef jullie geen 10 seconden. Jullie hadden nog maar een foto moeten maken. Ja, als jullie die niet hadden gemaakt, ja, dan is het je eigen probleem. Nou, als je je ouders wil laten zien, moet je kijken wat ik zag. Ik heb gekeken eens een aflevering. Ja, wat? Ah, ja, jammer toch. Weet je nou, gisteren had ik ook een filmpje over gemaakt. Dat Miss Super Gaming. Ja, ik zeg een naam. Die had voor mij een... Het was meer, ik weet niet of het voor mij precies was. Maar in ieder geval had mijn naam van letters gemaakt in Minecraft. Dat zag er wel heel vet uit. Oké. Ik voel me nou net gewoon Indiana Jones. Alleen dan met blokjes. En... andere shit. En... toch niet echt Indiana Jones gevoel. Als Indiana Jones zo'n Mongool was... Als dit Minecraft poppetje, dan wil ik niet weten, dan denk ik dat Indiana Jones niet echt een populair film was. Ja, daarop hangt erin. Daarop ook. Moet hij niet naar beneden vallen, dat is niet zo'n goed idee, Kees. Dus laat ik, Hey, lava! Fijne dag nog, jong. Ik bemoei me er gewoon even niet meer mee, dus Hey, doe het goed aan de kinderen en zo, lava. Ja, ja, doei. Nou, kijk, weet je. De lava, daar fuck je niet mee. Want je fuckt ook gewoon niet met een krokodil, want die aan het grote... En met een bedoel ik... Ja. En bedoel ik niet mee wat je denkt dat ik ermee bedoel. Ik bedoel een te grote arm. Ja, inderdaad. Puur onzin. Waarom is dit zo groot? Ik heb nog nooit zo'n grote grot op echt Minecraft gezien. Ja, misschien wel, maar... waarom? Waarom wouden die mensen zo'n mijn bouwen en had de helft van de shit er nog in laten staan? Waarom zou je dat doen? Dan bouwen een mijn en volgens mij hadden ze alleen die mijn gebouwd omdat ze niks te doen hadden ofzo. Ik zie nog echt geen vlekken. Ik zie wel lava, ja, niet dat ik er heel veel aan ha. En het gaat alleen nog maar dieper en dieper. En ik zie nog steeds geen kut. Kunnen jullie überhaupt daar iets zien? Want ik zie echt niks. Ja, ik zie al het probleem. We moeten weer even wat hout gaan halen. Maar, dat is juist het grote probleem. Ik weet niet meer waar ik eerst was. Dus. Ja, hier ben ik geweest. Denk ik. Hoop ik. Misschien. Oké, ik denk dat ik me gewoon naar boven ga blokken. Zoals dat op zijn Minecraft heet. Heet. Oké, okay, oh, hier kan ik me nog wel herinneren. Dan ga ik hier zo helemaal naar onderen. En dan zag ik hier echt geen vlekken. Ja, dit gaat al weer beter. Nou, volgens mij dan. Of niet. Dit kan me al niet meer herinneren. Hé, hey, lava meer.
En er staan zelfs twee bloempjes bij. Respect, lava. Respect. Ja, ja, dus. God, hoe de fuck kom ik hieruit? Kijk, ik weet wel dat Minecraft een leuk spel is, maar je hoeft dan nog geen brood op kaas te doen. Je doet kaas op brood, weet je wel. Jullie snappen het gevoel. Hoop ik. Ja, de boven is wel licht. En overal wel licht is, is meestal... goed. Meestal dan. In sommige gevallen... dit geval... is het niet echt heel veel beter dan de originele situatie. Hier, als het goed is, kan ik hier eerst naar boven, hoop ik. Daar. Au. Vind ik zo achterlijk. Als je van nog geen 50 centimeter valt, dan zeg ik papje wel even... Au. Dan doet pijn. En dan zeg ik, dude, stel je niet aan. Ja, nee, maar dat doet pijn aan mijn pinkje. En dan mag pijn aan je pinkje, maar dan hoef je er niet aan te staan. Dit gaat on en on en on. Waarom maken ze die dingen zo groot? Ik heb deze hele aflevering niks anders kunnen laten zien dan dit stuk. Stomme stuk. Echt. Of jullie moeten dit leuk vinden en zeggen, kees, dat is niet stom. En dan val ik in slow motion. Gezellig. Oh. Dude, ik wil hier weg. Laat me uit het kut web eerst. En dan wil ik door die poort heen. En dan wil ik niks meer horen, hoor. Dan geen gezet. En doe me ook nog pijn. Ik weet je hoe de slonk je dat doet? Van... Ah, fuck. Moet je dat eens proberen. Het is net hetzelfde als ik op een trapje sta. En op een, op de, en dan er vanaf spring. Of gewoon voor een trapje loop. Dan kan ik dan zeggen. Ah! That's just not possible. It isn't, Minecraft. It just isn't. De licht! Hier was ik net. Kom op, geef me een clue waar ik naartoe moet. Ik wil hier weg. Ja, hier, dit kan ik. Het gaat me lukken. Denk ik. Hier ben ik een keer eerder geweest. Ja, die blokjes komen bekend voor. En de blokjes stenen staat zo heel verdacht. Ja, ja, dat is niet veel zeggen. Maar... Oh, godver. Ja, nou. 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 Weet ik het even niet. Nou, dus dat stuk ook weer niet. Ik zoek dat stuk en dan kan je dan de bak die de lava en zo zag. Alleen, ja, kan. Oh. Ik dacht, yes, de kist! En. Oh. What the fuck moet een cap hier? Of een eend? Of wie dat erop lijkt, een van die kut die je hebt. Jij in het water, man. Opgekut met je kutkop, hè? Ja, jij hier een beetje lopen van... Hoi, hoor maar jou. Ik zoek godverdomme die godverdomme kut-exit. Daar, licht. Aan een wal. En meer licht. Nou. Aan een muur. Leuk. Grapje, grappig Minecraft. Hè? Met je kutkop Minecraft. Ik snap nog wel waarom mensen hartaanval krijgen als ze gamen. Nou, ik heb er zo ook even geen zin meer in, hoor. Zodat ga ik lekker even voor tv liggen, een beetje niks doen. Als ik nog één keer iets van dit spel hoor, dat die zit te klagen over dat hij... Zodra ik begin, dat hij klaar van de... Ah, ik
nou honger? Dan mag jij opflikkeren, man. Opgekut met je tyfus kutkop. Oh, dan zit ik weer in zo'n web. Ha, die web die denkt van, oh, dan wordt de keizer rustig, dan ga ik hem lekker irriteren. Nou, je mag opkutten, man. Hier. Hier ben ik geweest. Denk ik. Oh. Dit is een extra lange aflevering. Jullie horen me alleen maar, oh, fuck, kut, shit, pestering zeggen. Ben ik er nou eindelijk ergens? Naar boven is wel wat. Laat ik naar boven eens gaan kijken. Hier wat? Nee. Dit kan ook wel de laatste part van Minecraft zijn, hè, die ik ooit speel. Dan zie ik echt geen flikken. En het gaat hier alleen nog maar verder. Jongens, ik zie jullie wel als ik er ben. Of als ik je zie, wat leuk is. Dit is het lulligste wat ik ooit heb gezien. Moet je opletten. Jee, ik kan eindelijk naar boven en kan ik eruit. En... oh. Kut. Ga ik alleen maar nog verder naar onder. Ik wil hier weg. En zodra ik ben mijn dorpje nog kwijt. Hè? Dat zal dan ook alweer. Ik ga hier naar boven. Ja, ik kom nou ergens eindelijk. Ik weet niet hoe laag ik zit, of hoe hoog ik zit, of waar ik ben, of wie ik ben. Nou, wie ik ben weet ik nog wel, want ik ben Henk van de Tillaard. Ja! Ja! Waar ben ik? Ik ben eruit! Jongens! Dit ga je niet menen, hè? Eindelijk, home sweet home. Nou, dat was me door een avontuur, jongens. Dit was een hele lange aflevering. En ik gooi nou mijn blokken weg. En de blokken pak ik nou weer op. Dus, wat hebben we vandaag geleerd? Fuck nooit met dungeons. Nooit. Ook niet als het een zondag of een maandag is. Gewoon nooit doen. Ook al denk je van, goh, laat ik vandaag eens maar een dungeon fucken. Nooit met een... Het is een mijn, by the way. Nooit met een mijn fucken. Fuck je er één keer mee, dan fuck je er altijd mee. Dan is het je verloving. Voor altijd. Nooit doen. En dan kan ik heel kwaad klinken. En dan ben ik ook. Want ik heb nog weer niet over tijd vernukt. Laten we hier gewoon op bed gaan liggen. Laten we het gewoon weer dag worden. Kom op bed. Het bed is in gebruik. Ja, ik lig erin. Goh. Oké, okay, en het regent. God. Nee. En het is gewoon weer normaal. Dit was Gerkees van Steenroog. Ik hoop dat jullie iets vermaakt hebben hier. Dat tenminste wat tijd verdrijft. Daar ligt een ei. Nou. Wat ik in de volgende aflevering graag wil doen is een... Laat me zeggen een... hoe noem je dat? Vinden. Ja, dat had een naam. Maar dat, ja, alles heeft een naam. Een stronghold. Als je niet weet wat een stronghold is, je kan het altijd even opzoeken. Als je het wel weet, ja dan, ja, dan hoef je niks te doen. Ja, punt. Meer is er niet over te zeggen. Laten we die maar gewoon vinden. Ik ga ook nog wat update dingen laten zien. Wat dan maar geüpdate is. Ik zie jullie later. Met pizza's in de hand. Jullie kunnen by the way op, was het nou? Op 32 februari kunnen jullie gratis pizza bij mij komen halen. En ja, die kosten dan wel 5 euro per stuk. Later!